In plaats van rijen en kolommen te blokkeren, kan je het werkblad ook splitsen in deelvensters om het overzicht te behouden op je werkbladen. Je krijgt dan afzonderlijke werkbladgebieden waarbinnen je kan scrollen, terwijl de kolommen of rijen in het gebied waardoor je niet scrolt zichtbaar blijven. Wil je het werkblad splitsen in twee deelvensters naast elkaar? Plaats dan de cursor in een cel in de eerste rij. Je klikt in het lintbeeld op de knop Splitsen. Er verschijnt een grijze verticale balk, de splitsbalk, links van de cel waar je de cursor plaatste. De werkbladgebieden links en rechts van de splitsbalk hebben elk hun eigen horizontale schuifbalk. Je kan nu binnen het werkbladgebied aan de rechterzijde scrollen, terwijl het andere werkbladgebied zichtbaar blijft of omgekeerd. Door opnieuw op de knop Splitsen te klikken, verwijder je de splitsing. Wil je het werkblad splitsen in twee deelvensters onder elkaar, plaats dan eerst de cursor in een cel in kolom A. Je klikt in het lintbeeld op de knop Splitsen. De splitsbalk verschijnt nu boven rij 12. De werkbladgebieden boven en onder de splitsbalk hebben elk een eigen verticale schuifbalk. Je kan nu binnen het onderste werkbladgebied scrollen, terwijl het andere werkbladgebied zichtbaar blijft of omgekeerd. Om de splitsing te verwijderen, klik je opnieuw op de knop Splitsen. Als je de cursor in het werkblad in een willekeurige cel plaatst, bijvoorbeeld T12, en daarna op de knop Splitsen klikt, dan wordt het werkblad gesplitst in vier deelvensters. Er verschijnen nu twee splitsbalken, één links van kolom D en een andere boven rij 12. De werkbladgebieden links en rechts van de splitsbalk hebben elk hun eigen schuifbalk. Je kan nu binnen elk werkbladgebied schuiven, terwijl de andere werkbladgebieden zichtbaar blijven. Om de splitsing te verwijderen, klik je opnieuw op de knop Splitsen.